Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Doesburg Optiek en Annemiek Hoorstudio. Sorry, niet aan de dag. Ik zal opleggen. Klaar. Oeh. Hallo. Hoe gaat het? Goed hoor. Ja. Goedenavond, meneer. Ik knip er zo voor bij, Dick. Hi, Dirk. Welkom. Al 25 jaar bent u actief als voorzitter binnen de Vereniging van Vogelvrienden in Doesburg. Deze functie voert u bekwaam en met volle ledige inzet uit tijdens de bestuurs- en ledenvergadering. Daarnaast zit u ook wel eens de vergadering van de regiocombinatie voor, zeg ik goed, ja. Waar de Doesburgvereniging bij aangesloten is. Niet alleen als voorzitter heeft u een rol binnen de vereniging. Het organiseren van de jaarlijkse meerdaagse tentoonstellingen neemt u voor een rekening, inclusief de catering en de PR tijdens deze tentoonstelling. Ik hoop, net zoals alle aanwezigen, dat u zich op deze voortvarende wijze voor de gemeente blijft inzetten voor de gemeenschap. Vandaag mag ik u dan ook namens zijn majesteit de koningin, de versierster of lid van orde, Orgenaars Hoorspel. Fantastisch. Graag. Maar nou komt ie. Ik hoop dat het lukt bij mij, zonder trucje elektric. Fred, en anders hou ik hem gewoon vast. Nee, ja. We doen een poging. Nee, het zijn hele kleine speltjes. Hey, het lukt me goed. Zit kijk aan. Nou, gaat het voor ideaal. Dankjewel, Fred. En bij zijn oorkonde hoort natuurlijk een bloemetje. Ik heb misschien thuisstond mee gelukkig maken. Hè? Kijk, alsjeblieft. Volgens mij willen ze nog een keer een handje hebben. Staat ze erop. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Zo hè? Nou, van harte Dick. Dankjewel zeg. Zijn gegund, zijn je hebben verdiend. Ik ben zeer vereerd mee met deze mooie onderscheiding. Er vallen nu ook wat zaken op de plek. Ja, ik moest vanavond in één keer een pak aan en ja, zo zit ik eigenlijk niet helemaal in elkaar. Want de meeste, ik denk zeker, mensen van de jachthavenvereniging zien me altijd wel in een ander pak. In een werkpak met een hoop verf erop. En dan vanavond in één keer moest ik dit aan en ik had zoiets van, ja, wat is het toch allemaal? En, maar nu vallen dus de puzzelstukjes op zijn plaats. Oké, okay, maar je hebt hem op je borst? Of ja, ik ben een zeer ja, trots op. Maar ik zeg het nogmaals, ik heb dit niet alleen verdiend. Ik zeg dat hebben de mensen ook met mij verdiend. Ook van de vereniging. Want alleen doe je binnen de vereniging helemaal niks. Dat heb niet die illusie. Dat die mensen, die vereniging, die wordt toch gesteund door je leden. Of door de mensen van de vereniging. Dus hij is ook een beetje van hun? Hij is eigenlijk ook een beetje van hun. Okay. Maar ik mag hem dan vandaag dragen. Okay. Maar ik ben ook trots op die mensen. Gefeliciteerd. Ja, het is heel jammer. We zouden dit jaar dan de regio-show organiseren. Jullie waren één keer in de zoveel tijd eindelijk aan de beurt om te organiseren. We hebben weg voor gevochten. Ja. We zijn een kleinere vereniging, maar toch, ik heb gezegd, nou, we durven er vandaan. We hebben hier een hele hechte groep vrijwilligers. Ja. En ook een hele sterke groep leden. En dan de familie Bloemendaal, die hier ons deze locatie ter beschikking stelt. Om deze show dan te kunnen organiseren. Dat is fantastisch wat er hier allemaal kan plaatsvinden. Het is ook een hele mooie plek om je vogels te kunnen showen in een natuurlijke plek met planten, met aankleding. Dat is fantastisch. Helaas, vogelgriep, je kan er niks aan doen. Helaas. Nee, het is overmacht. Je hebt shit happens, zeggen ze dan, hè? Ja, ja. Inderdaad. Ik heb het, ja. Dat is, het is niet anders. En, maar we gaan ervoor om eventueel volgend jaar toch weer die regio-show hier naartoe te halen. Maar, en dan halen we het gewoon in, Olivier. Wat zeg je? Dan halen jullie het gewoon in. Dan gaan we het gewoon inhalen, inderdaad. Ja. Dick, dankjewel. Ja.
Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Doesburg Optiek en Annemieks Hoorstudio.